En dan nu? Hallo kijkers. Een vriend van me gebruikte laatst het woord innerlijke beschaving. Het zal wel aan mij liggen, maar het lijkt er wel op dat het daarbij steeds meer mensen aan ontbreekt. Fatsoen noemen ze dat ook wel. Bestuurders hebben het in deze stad te pas en te onpas over ambities. Die willen ze waarmaken, zeggen ze dan, maar ze hebben gebrek aan visie. Die passen ze graag achteraf aan die zogenaamde ambitie aan. Die ambities bestaan vooral uit meer van hetzelfde, meer kantoren, meer lege winkelpanden, duurder wonen en meer belasting. En bezuiniging op cultuur. Inhoudelijke verbetering is er niet bij. Nee, kunst is namelijk lastig. Dat ligt in de weg en dat ruimen ze het liefste op. Kijk maar naar de plannen rondom het labyrinth. Maar er zijn meer lastige kunstwerken. Zo kwam ik van de week bij het station en zag daar een lastig kunstwerk midden op een parkeerplaats. Je kunt er niet meer fatsoenlijk je auto parkeren. Iedereen moet nu noodgedwongen zijn auto zomaar kriskras door elkaar zetten. In- en uitstappen wordt levensgevaarlijk. En die bronzen dingen daar in het midden belemmeren compleet het uitzicht. De AFAC heeft ook geen ruimte meer om verkeerd geparkeerde fietsen in te laden. Schandalig. Ik ga Tony Craig, de man die dit in 1999 hier neer heeft gezet, bellen dat hij dit lastige ding weer mag komen ophalen. Hup, weg ermee. Bedankt voor het kijken en tot de volgende week. Op de website van de gemeente staat het volgende. Het stationsplein heeft een belangrijke betekenis als visitekaartje voor de stad. Hier hebben toeristen en reizigers hun kennismaking met de stad. Het beeld van Craig bepaalt hun eerste indruk.